compelled to come and connect through art. The event was very nice. I really enjoyed the workshops and met new people, very interesting people. So also some networking. I'm a member of the Anna Lindh Consortium. And they invited me to do the Suitcase of Jewish Music, a participating lecture. And I think, in a way, music saved my life. Because when I was a youngster, puberty, etc., and I was sad or angry or whatever, I just put on John Coltrane and within 5 minutes, perfect. I say art is connection, especially music, because music is maybe a language without words, although they sing their songs. But most songs, you don't understand the language, and it still makes the connection. That's it. My name is Shanti Silos, and I have an inspiration organization, and we inspire people to inspire themselves. And one of the things that we do is we make great feel-good documentaries. For me, it's all about co-creation. The documentary that we made is possible because we co-created it. 12 professional filmmakers each contributed to the documentary. So co-creation is the key, and that it makes it possible to spread the light quickly because we unite. Mensen geven eigenlijk het vuur door wanneer zij een inspiratiebron zijn voor zichzelf en daarmee voor anderen. It makes me feel fantastic. Yeah. De hele groep deed een spelletje, een klapspelletje, waarbij we op een gegeven moment al klappend één klap in de handen van de buren slaat en eentje terug. Dus dan krijg je dit. En als de hele kring dat doet, op een of andere manier, je maakt op dat moment contact met elkaar en ook gewoon fysiek contact. En als je dat in een bepaalde beat doet, dan ontstaat er in de hele groep een flow. Elena, toma un bonbon. Tomba, tomba, Elena. Elena, toma un bonbon. Tomba, tomba, Elena. Sing a little bit higher. Sing a little bit higher. Can you a little bit higher? Can you a little bit higher? Hoe wij de kunsten nog beter in kunnen zetten om met elkaar te communiceren. En toen ik in contact kwam met Musicians Without Borders, toen begon ik eigenlijk te begrijpen wat ik zocht. En dat is dat je contact kunt maken met mensen door muziek. Voor mij is het doel van dit evenement om te laten zien dat kunst mensen echt met elkaar kan verbinden en echt als een soort van verbindende factor werkt. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de spreekster Tessa, dan wat zij ook liet zien van die straatkunst is dat mensen hebben gevoelens en die worden weergegeven in de kunst. En veel mensen kunnen zich daarin vinden. En ik geloof heel erg dat dat mensen ook echt die kracht hebben om samen te komen en samen goede dingen te doen. En dat vind ik belangrijk, dat we dat hier nu weergeven. Well, I think we're in a huge mess at the moment, and it needs to change, otherwise the planet's going to die. And I think one of the only ways that we can do that is through art and through connecting as human beings together.